Hallo pottenkijkertjes en serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en vandaag spelen wij dus Harry Potter in de geheime kamer deel 3. We waren bij dit getinte meisje en die ging ons begeleiden naar de bonuskamer. Trouwens, hebben we gaan het zien. Nee! Jullie dus ja, alle humor en dan komt die kaart eruit, daar kun je dus nog niet bij. En hier staat Latijn, er staat Draco, nog iets. Ik heb een lens hier en het staat sowieso wel scheef, maar ik weet dat het Latijn is voor Kietel nooit een slapende draak. Nou, weer wat leuk Harry Potter feitje staat hier weer. Het is ook echt het logo van Zwijnstein. Het is niet de plek van zonde. Gaan we nu naar Oude Baardman. Ik heb trouwens het geluid speciaal voor jullie wat harder gezet. Zodat jullie meer verkrachtende geluidjes kunnen horen als Harry op bergjes klimt en zo. Ik heb het muziek niet harder. Kijk, ik heb een bonuskamer. Kun je heel veel smekjes verdienen. Hoe kom je in de bonuskamer? Want het zou kunnen dat je een keer niet naar de bonuskamer gaat. Dat is dat je er niet in melden. Dat kan gebeuren als je te lang doet over je challenges of niet alle sterren hebt. Ik weet niet. Ik heb altijd alle sterren en ik meld het best snel. Alleen soms bij de Defender ben je niet snel genoeg en ja, dan mag je dus niet de bonuskamer in. Dus doe gewoon snel die challenges. Niet altijd aan blijven treuzelen. Je kan het altijd nog een keer doen. En dan mag je ook beter in de bonuskamer. Maar waarschijnlijk is het gewoon het algemeen. Als je dat met die pijltjes goed doet. Je moet gewoon een bepaald aantal punten en dan mag je de bonuskamer in. Denk ik. Ik heb geen idee. Nu hebben we dus zometeen een probleem. Want als dit voorbij is, waar gaan we dan heen? We kunnen nog niet die deuren openen met geleerde spreuken. Dat is het probleem dus. Oh mijn god, ik wil natuurlijk. Ik wil natuurlijk maximaal aantal smackies, maar dat gaat niet gelukkig zo, hè. Jodverdomme. Dat is niet echt slim, hier heb ik niet over nagedacht. Een beetje zonde dit. Nou, we hebben sowieso al 200 zoveel smackies in. In principe, als ik smackies wil, ga ik duelleren. Ik laat jullie ook wel zien hoe dat moet. Ik ben namelijk heel goed in. Ik moet niet echt dunker klinken, maar ik ben echt heel goed in het duelleren van Harry Potter. Oh god, dit is echt. Oh nee, het gaat goed, Hier zijn veel smackies te verdienen. La 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 la. Triple smacky. Triple smacky is echt nice. Oeh. Oei. Dubbele verkrachting, dubbel zoveel plezier. Hoppakee, nog het kistje zo. En de tijd is op. Oeh, best nice getimed, niet zoals ik start 5 keer verkeerd zei. Oké, dan komt dus meneer Plank naar ons toe. Dus daar ben je. Oh, wat een kakker. Hallo Plank. Kom aan de kant. Tijd voor zwerkbaltraining, Harry. De andere. Ik zuig in die zwerkbaltraining, want je moet op een bepaalde knop drukken om sneller te gaan. En ik heb geen idee welke knop dat is. Tenminste de vorige keer, dus ik heb al die zwerkbaltwedstrijden verloren. Ja. Hey, Harry! Wil je ruilen? Jongens, krijg je echt waar voor je geld. Alle secrets laten doen, maar deze secret doe ik gewoon even tussen, omdat ik dit leuk zie. Misschien dat ik niet alle secrets op het einde doe, dat ik... Kijk, hij wijst zelfs aan. Ik niet alle secrets op het laatste doen, want ik vind ook wel handig als ik gewoon even wat bronzen kaarten doe. Wat meer HP, weet je wel. Dat is altijd mooi meegenomen, toch? Op een beetje extra HP. Zwijpeltraining. Als goed is kun je meteen de eerste twee wedstrijden doen hierna, maar dat willen we nog luister, even niet. Harry. We moeten dit jaar absoluut de zwerkbalcup winnen. Beschrijving bij ze doen sneller moeten. De enige manier waarop ons dat lukt is door te oefenen, oefenen en nog eens te oefenen. Laten we beginnen met alles van vorig jaar kort te herhalen. Ik heb ook een kutstem, dus welkom bij de club. De rode bal is de slurk. Slurk. Het is de taak van de drie jagers om hen langs de vijandelijke wachten te krijgen en te scoren. Maar als zoeker hoef jij je daar niet mee bezig te houden. Trouwens, ik zei gisteren dat ik eigenlijk heel fanatiek in mijn wiskunde moest. Heb ik niet gedaan, maar het ging nog best goed met wiskunde. Misschien ga ik gewoon omhoog. Of omlaag te sturen. Nee, hoe ga ik sneller? Kom op, kom op. De Nimbus 2001 geeft je extra. Oh ja, we gaan gewoon even die andere Nimbus 2001 halen en dan ga je sneller. En ik ben heel goed in duelleren, dus ik heb in principe in één aflevering heb ik zo een paar duizend smekjes bij elkaar. Maar maak je geen zorgen. Ik doe wat verkeerd, je moet kunnen versnellen, maar oké. Nou, we doen het gewoon even zo. Hoppakee, we hebben de snaai gepakt. Verder zappen. Oh nee, nu komt nog een stukje nu van mij de rest dat, van het Gryffindor-team er ook nu is. Komt Zwadderig als goed kunnen is. We een oefenwedstrijd. Oh nee, eerst komt die oefenwedstrijd nog. Kut oefenwedstrijd, helemaal geen zin in. En nu gaan we dus. Nu is het moment dat we gaan vallen. Automatisch in de buurt van de snaai komen. Lololo. Nu komt zo meteen die homo van Gryffindor. Als je smackies hebt, kun je betere zwerkbalspullen kopen van Fred en ja, ik weet niet wat die Cambridge Cannons outfit doet die je ook kan kopen. Sowieso goed, want Cambridge is ja gewoon een mooie plek. Home tegen. Oh, je moet ook gewoon heel veel beuken, heel veel. Je moet hem verkrachten, hoor je dat? Verkrachting. Oh fuck, hij probeert hem te pakken. Weg, homo. Hey, hij is weg, dat is normaal man. Hey, godverdomme. Dat bedoelde ik dus, ik begrijp dus nu ik sneller moet, ik doe echt iets verkeerd. Prima gespeeld allemaal. Nou, oh, boeien. Dag. Ik zoek hem dus wel even uit hoe dat modderbloedje.
Een scheldnaam. Ik vind die vertelstem trouwens wel leuk. Geen idee van wat ik hem ken. Hij is ook de verteller van 1 en 3 geloof ik, dus waarschijnlijk ken ik hem daarvan. Waar gaan we eigenlijk heen? Even kijken, waar gaan we heen? Toverdrank in de kerkers, oh, dat is wel leuk, dan leren we zo'n nieuw drankje maken. Dan gaan we gewoon naar toverdranken. Ja, ik ga, als ik even eenmaal Defendo heb geleerd, of na Ectoplasma, dat is waarschijnlijk aflevering 4, dan ga ik wel even wat ziekers doen. Alvast een paar, gewoon even wat kaartjes. En dan na iedere nieuwe spreuk die we leren, doe ik eventjes een paar kaartjes erbij, weet je wel. Dan verdelen we dat een beetje egaal. Oké, dit is best wel makkelijk iets. En nu opletten. Dit is misschien wel leuk. Vandaag mogen jullie proberen de nuttigste drank te nemen. Als jullie de stem zo leuk vinden, dan doe ik hem eventjes. Wiegenwelddrank. Wiegenwelddrank. Potter. Jij hebt je net een vrijwilliger. Lange smoel. Om de rest van de klas te laten zien. Fuck is dat voor hoofd, man? Kom onmiddellijk. Alsof ik het zo erg vind om een drankje te houden. Is er shit in? Daar zit een tovenaarskaart in. Goed, mag je daar nou niet heen, dan zegt hij, kom eens terug. Oké, na de les kunnen we daar een kaart halen. Als het goed is na deze les, voor mij is het pas later dat we kunnen duelleren, maar dat is wel het leukste. Oké, loop naar de ketel toe, druk op spatiebalk of zo. Let goed op. Ja, normaal spatiebalk drankjes drinken, maar het hebben we veranderd, dus ik zal het eventjes terug veranderen. Is dat hier? Nee. Controls, naar het invoermenu en dan filmpje over en enter, kaart, stap. Drankje drinken, spatie. Ja. Oké, ik heb het gefixt. Als het goed is, of we moeten nu duelleren, of we moeten nu... Voordat deze lezing begon, dacht ik al genoeg te weten over het slijm van de flubberworm. Ik had gelijk. En ik had gelijk. Nou, ik vond dat hij wel... Ja, vond ik ook. Even kijken, wat moeten we doen? Oh my god, het laatste filmpje. Ik wil niet wakker worden in de slaapzaal of zo. Goddomme. Kakzooi. Is het een stukje dat slaap... Oh, wacht, ik weet al waar dit heen gaat. Ik weet het al. Zwijnstein was in rep en kak, nou heb ik het leuke filmpje doorgezet. Norks, oeps, en de mysterieuze woorden die op de muur geschreven staan. Nou, wat jullie dus gemist hebben is zo van een poesje, bebloed en met haar. En stijf. Ik bedoel, dat is een zeldzaam oog. We gaan nu de plaspreuk leren, denk ik. Oké, de tweede verdieping. Oh, wacht, dan komt dat poesje toch, of niet? Nou, oké, raar, weird. Ondertussen had ik hier even wat leuke secrets zien hoe het toch zijn. Ik weet niet of dit een kaart is. Ik denk dat dit alleen een brewketel is. Maar voor mij ook eens kunnen dat je een zilveren kaart krijgt. Dat moet je even zien. Okay. Oh, als het goed is ga ik dus alle kaarten aan in het spel. Het is wel... Oeh, ik heb trouwens al gewoon lekker met de smekkies. Waarschijnlijk zijn wie is de volgende mensen die versteend wordt? Oké. Dat push is al geweest. Zonde. Hier beneden kun je vast even een kaartje kopen. Even laden. Of krijgen we een filmpje. Nee, we gaan verder. Dan gaan we verder. Ik heb geen idee hoe lang ik aan het recorden ben, moet het nu doen. Anders komen we te laat. Oh ja, fuck jou, met je. Echt. Oh, kom, we komen te laat. Als ik het een uur aansta, zou ik nog steeds... Oh, kijk, hier zit een bronskaart in. Hoppa. Verkoop jij? Oh, sorry! Ik heb net mijn laatste die koffer dat zal wel kaarten zijn. Ik heb wel geskilled op nu toe. Sorry, de voorraad is op. Je moet later maar terugkomen. Kut, kinderen. Kut, kinderen. Lopen. Roer. Is Henk nu dood? Nee, dat is veel later in het spel pas, toch? Ja, oké. Spoiler! Henk gaat dood. Nee, hij gaat niet dood, want hij is een spook. Wow, geheim. Hallo, Vora! Hier is nog zo'n ding. Kaart, bloks, nee. Dat is geen kaart. Oké. Rintintin. Wacht, ik ga hacken, ik ga smekkie hacken. Op deze kist spring. En dan hierheen. Hoho, extra smekkie. Je had dat nou verwacht, hè. Ik heb hier trouwens wel een glitch, dan kun je een bepaalde kaart, heb je die Sponsifico spel voor nodig, maar die kan ik zonder de Sponsifico halen. Dan voel ik me best wel cool, weet je wel. Dat laat ik jullie ook wel weer zien, maar dan heb ik wel weer eerst die snijspreuk nodig, de emo spreuk. Maar we gaan nu de zaadspreuk leren, dus ja, dat is heel iets anders. Ondanks dat Rick de sperma ook al de zaadspreuk was, eigenlijk zijn alle spreuken de zaadspreuk namelijk. Ja, oké, dan gaan we dus nu de zaadspreuk doen. Leren. Bemachtigen. Ik weet het niet hoor. Wat is daar? Niks. Nou, dan gaan we gewoon naar binnen. Even naar binnen. Gaat helemaal niet vragen over de geheime kamer. Nee, dat gaan we niet doen. Oké, dan gaan we nu weer de spreuk doen. De volgende keer maakte ik holbewoner geluiden. Geen hebben rond, maar ik hou me nu gewoon rustig. En maak je hoofd leeg. Homofielachtige geluiden, denk vooral denk niet aan die nonsens iets, over een geheime kamer. En concentreer je op het symbool voor je.
De toverstok gaat langzaam rond het symbool bewegen. Precies op het moment dat de toverstok over de pijlen gaat, moet je op de bijbehorende pijltoets drukken. Ja, graag. Deze oefening Godomme, laten we beginnen! Ik wil beginnen! Op elk niveau moet je alle pijlen goed raken. Klaar om het te proberen? Bek dicht! Ronde 1! Oké, dat gaat hij dan. Start! What the fuck? Oké, ik ben dus juist gehackt door Harry Potter. Harry Potter heeft me gehackt. Serieus, waarom? Probeer het nog eens. Ik heb geen idee hoe het kan, maar Harry heeft me dus blijkbaar gehackt. Hou vol, Harry. Het is je bijna gelukt. That's what she said. Wat? Ik moet echt even betere that's what she said gaan vinden in dit spel, maar ik ben goed op weg, toch? Kom op. Goed kom zo, op. Harry. Je kom gaat door op. Naar het volgende kom niveau op. Van deze les. 5 punten voor Gryffindor. Het valt me trouwens wel dat ik alle punten had voor Gryffindor. Start. Hè? Gryffindor, waarom heet het niet gewoon Harry Potter door? Rintintin. Sorry, gaat iemand trouwens naar die film Tintin? Lijkt me echt de beste film ever. Als ik niet hetero was, zo, zou ik erheen gaan. Je gaat door naar het volgende niveau van deze les. Laatste level. 10 punten voor Gryffindor. Gravel, the next level. Ronde 3. Oh, kut. Okay. Start. Even focussen. Focus, Rick. Focus. De Ford Focus. Nog iets. Ik ben niet zo'n auto-expert. Wel dat er een Ford Focus bestaat. Is toch genoeg? Waarom zou ik meer willen weten over dat Ford Focus? Ik wil geen Ford Focus. Ik wil een mooie je Audi. Alle oefeningen Audi uitgevoerd. Is een mooie bak. 15 punten zag voor er een Gryffindor. Audi nog iets op internet? Goed ik zie wel vaker dingen op internet zitten. Dan ga ik op shooten. Ja, even serieus, het is wel waar. Ik zag een Audi nog iets. En die was half zilver, half zwart. Harry maar ik denk Potter, dat ik hier stop en dan komen we terug bij de zaaduitdaging. Dus